Mr. Van Buren. Morgen. De winnaar van de beste podcast 2020 is... Jump Big Cell. Waarom ben ik nu zwanger? Juppie, wat doe jij? Er was eens een meisje van het Twentse platteland. Ze verhuisde naar het Gooi met haar blonde muzikant. Kom mee! Ze scheurt van hot naar her voor presentaties en voor shoots. Ze houdt alle ballen in de lucht met muk, joep en snoet. Ze neemt je elke vrijdag mee om 5 uur. Dit is Kim TV. Weer een nieuw avontuur. Hier is een nieuwe aflevering van Lekker Veel Hooi op de Voer. Doe maar een backflip. Voelde je? Voel jij hem? Ja, ik voelde hem. Op jouw broertje. Ik voel Oh, heb je zin om hem vast te houden straks als hij geboren is, hè? Ja, is straks wel geboren. Ja, dat doe je nog wel eventjes, hè. Tot hartjesdag. Broertje, doe maar een backflip. Zei die wat? Lijkt wel op jou zeker. Ja. Dat zie je ook altijd. Wil je lekker boterham met je? Jij gaat zo naar school. Even gymmen op school. Korte dag vandaag, hè, Muk? Amber vandaag en dan mag jij vanmiddag naar de muziekschool. Joep ook? Die luisteren ze goed. Mama en Joep maken van alles een liedje, hè? Mama en Joep gaan met z'n tweeën naar de... Bakker. Goed zo, Joep. Heel gezellig. Mama zingen. Wat moet mama zingen dan? Ik hou van jou. Mama kan niet zo goed zingen. Ik hou van... Ja. Alleen van... Ja. Ik kan niet... In het... Zonder... Zonder Joep. Hoe heet jij? Joep. En hoe heet je van de achternaam dan? Joep Siewits van? Rezema. En hoe heet mama dan? Oh, maar goed van jou! Gaan we nu naar de bakker, hè? Kappen. Ja, naar de kapper moeten we eigenlijk ook. Maar de kapper heeft geen plek. Wil je ook een broodje? Ga je mee eruit? Oké. Daar zijn we. Waarom heb je een centje meegenomen dan? Om een broodje te kopen? Nee. Oh, dat is lief van jou. Nee. Nou, daar kun je vast mee betalen. Joep, ga jij betalen met jouw centjes? Ja. Zo grappig. Heb je ze op zachtjes? Judo-wezel. Oh, maar mag ik geen grappen meer maken? Nee. Waarom mag je geen grappen meer maken dan? Waarom? Maar ik vind jou zo grappig. Echt? Ja, maar jij wil dus je korte broek aan en je t-shirt aan. Waarom eigenlijk? Het is gewoon vies weer. Nee, vies weer hoor. Nou, het regent. Nee hoor. Ja, oké. Zullen we lekker boterhammetje maken dan? Ja. Muk? Ja? Ben je nog boos op mij? Nee. Gelukkig. Samen naar muziekles. Jij hebt de jas van Muk aan en Muk heeft jouw jas aan. Gekke Henkies. Jullie waren net op de muziekles, hè? Ja. Zo goed met z'n tweeën. Ik heb een muziekles. Ja. Juppie. Wat doe jij? Ben je ondeugend? Oh, wat mooi. Muk wil graag weten vanaf wanneer je op tennisles kan. Wij denken 6, maar Muk is 4. En Muk wil eigenlijk nu graag op tennisles. Nee, helemaal niet. Oh, wanneer dan? Als ik alleen 6 ben. Oh, als je 6 bent. En wil je dan liever op tennis of op hockey? Hockey. Toch op hockey? Ja, en op tennis. Op hockey en op tennis. En op voetbal dan? En op voetbal. En op zwemles? Ja. En op zangles? Ja. Oh. Nou, mama en Joep zijn onderweg naar school. Ik wil ook naar binnen.
Joep heeft een nieuwe juf vandaag, maar dat weet hij zelf niet. Het is onze oppas van vroeger. Muk kent haar nog wel goed, maar ik denk dat Joep haar niet zo goed kent. Dat is Suus. Ja. Leuk, hè? Lekker geen hooi op de vork. Even een vraagje. Ik ben wel sinds Joep, en Joep is natuurlijk 2,5, ben ik een beetje uit alle dingen wat ik nodig heb voor de baby. Wat moet ik nou echt in huis hebben? Dus eigenlijk niet van mensen van de leeftijd van Muk en Joep, want dat weet ik ongeveer wel. Althans, misschien zit er iets heel anders wat ik ben vergeten. Maar ook van de laatste tijd, want er zijn zoveel nieuwe producten bijgekomen. Laat even weten in de comments wat ik echt niet moet vergeten om aan te schaffen wat erg handig is of heel erg mooi is. Of welke merk je leuk vindt. Laat het even weten en dan reageer ik daar zeker op. Dankjewel. En vergeet niet te liken en te abonneren. Anders krijg ik vandaag aan de stok met het team YouTube van het hoofdkantoor. Ze zeggen dat ik dat niet heb gevraagd. Nou, ik weet je wat het is. Ik vind het zo lastig. Er wordt nu best wel een groot glas over gelegd omdat het nu zo'n profi-account is. Maar ik krijg er dus een beetje buikpijn van, want ik wil er helemaal niet op letten. Ik wil gewoon maken wat ik leuk vind en niet zo... ik denk, per minuut, daar gaat het niet zo goed en dan moet ik het veranderen. Dat vind ik best wel lastig, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik heb eigenlijk besloten dat ik dat niet meer ga doen. Dat ik gewoon ga doen wat ik denk, wat ik wil filmen in mijn leven. En of jullie dat nou leuk vinden of niet, zie ik dan weer. Maar ja, het is mijn leven en daarom volgen jullie me toch. Toch? Maar... misschien wil ik nog wel van jullie weten waarom je volgt en wat wil je nou eigenlijk nog meer van ons zien? Van ja, wil je misschien iets meer van Jaap zien of iets anders weten van de kinderen of wat dan ook? Of ook welk tafereel zou je nog willen zien van mij, behalve beauty dingetjes? Dat weet ik wel van jullie, dat komt er ook al aan. Laat me even weten, ik ben heel benieuwd. En dan iets leuks voor jullie. Jullie houden van winacties. Nou, en ik ben heel blij dat jullie mij volgen natuurlijk. Dus ik mag je leuke dingen weggeven. Dus als jij Kutter wonen... nee, nieuwe naam! Kutter Living, daarom is het zo leuk. Volg op Instagram. Check even mijn Instagram, dan kun je het zien bij stories. Dan mag ik iedere dag wat weggeven. Deze lampen bijvoorbeeld. Een tafeltje. Eigenlijk allerlei vloerkleed. Een hele mooie waardebon. Eigenlijk van alles wat. Dus volg mij eventjes op YouTube natuurlijk. En Kutter Living dus op Insta. En ik geef leuke prijzen weg. Oh nee, ze hebben honger zo'n rest. Ze doen nou ook nog mijn beestjes. En dan eet je soms op. Mag Minnie even naast mij zitten? Nee. Ja, hebben jullie toch nog een zus? Alpaca of alpaca? Weet ik niet. Pakaka. Tante Monique daar? Zie je Monique al? Ja, ik zie je. We rennen naar de hand. We rennen naar Monique. De hele familie? Kijk eens, dat is leuk. En is wat voor een kas. Echt een kas. Gaan de man en de vrouw apart? De mannen zitten daar. De vrouw is een heel mooie complexer, maar breed. Ik hoor welkom thuis. Op ons thuis bij oma en oma. Top. Ik ben al lang bezig. Waarom ben ik nu zwanger? Nou, de Bob zit hier. Zitten we vol? Mega vol.
We mogen ze niet meer veel waarschijnlijk, omdat ze te dik zijn. Nee hoor. Nee, het was, we hebben 6 gangen geloof ik op en echt veel te veel gegeten, maar het was heel lekker. Op hoezo? Lekker veel hooi op de vork. Zo moe. Zo'n avondje weg, dat is toch wel heftig dan als je zwanger bent waarschijnlijk. Ik zat veel gegeten ook. Even liggen en voel me heel schuldig. Met speelt en Joep wil niet slapen. Maar ja, ik ga het toch proberen. Nou, een lipje. Waar gaan we naartoe, jongens? Pimpixel! Pimpixel! Denk je dat papa ook kan trampoline springen? Nee. Ik zeker niet, maar we gaan er wel naartoe. Gezellig! Pimpixel! Ben jij zeker wel? Ja, goed zo. Ja, goed zo, Joep. Jullie zijn VIP's. Hier? Ja. Had jij bij Danewis gelogeerd? Ja. En bij oma? Nee. Oh. Mama is een papa. Oh. Oh. Mm. Zullen we naar papa gaan? Ja, naar papa gaan. Oké. Okay. Wie is je jarig? Oma. Oma. Moeten we zingen, hè? Kunnen we cadeautjes geven? Ja, cadeautjes. Wat zing je dan? Hiep de piep? Hiep de hoela. Hiep de hoela. Hij zegt, je moet niet een paar uur zitten. Je Joep wilde dat mama er zelf een jas aan deed. Allebei in oranje, hè? Gaan we weer naar school, hè? Appai. Ja, naar school. Appai. Allebei oranje. Wat ga je vandaag doen op school dan? Het tekenen. Leuk zeg. Oh ja? Ik kan het zo maken. Oh. Waar gaan jullie naartoe? Naar spelenkit. Ga jij maar spelenkit doen? Dadels en pekennoten. Ik heb me altijd al gevraagd of het heel erg moeilijk is en of dat nou lekker is, dus dat ga ik maken.
Dit vind ik dus altijd heel fijn. Het is precies afgestemd op hoeveel je nodig hebt. Hey Google, zet de timer op 25 minuten. Kijk eens even. Hadden jullie mij niet uit de mouw geschud? Ik zelf ook niet. Hoe vind je? Lekker hè? Heeft mama zelf gemaakt? Hou knap. Dan geef ik morgen aan jou mee op school. Deze mama heeft een mooi dinertje gepakt. Nou, ik heb een bon gekregen van winkeltje in Hilversum. Ik denk dat ik mijn eerste babypakje of zo, of pyjamaatje, of whatever, ga uitzoeken. Dus, spannend. Leuk! Welke het is geworden? Deze. Het is toch te zacht, Willy? Lekker geen hooi op de vork. Ga je wat doen? Ik ga een drukke week. Amsterdam. Over de podcastbedrijf moeten we natuurlijk allemaal dingen doen. Dan vanavond de Online Radio Awards, die we natuurlijk gaan winnen. Dus dat is even prijs ophalen. Morgen allemaal, ook allemaal dingen. Morgen Armin. Want ik ga een plaat met Armin van Buuren uitbrengen. Dus morgen naar Armin om wat foto's te maken, filmpjes, et cetera. Donderdag richting Belly Week om alvast te repeteren. Interview met HLN. Dat is zeg maar de telegraaf van, denk ik, van AD. België of AD. Vrijdag live bij Q, de nieuwe single. Niet praten. Dan komt hij echt uit. Dan komt hij echt uit. Succes. En je gaat kleding uitzoeken, toch? Ja, bij de H&M. Mag ik allemaal leuke dingen uitzoeken. Nou, veel plezier. Hoi. Ja, deze week staat echt in het teken van Jaap, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat betekent dat ik heel veel aan het werk ben thuis. Allemaal Zoom-sessies en de was. Kinderen heen en weer brengen overal naartoe. Ja, dus de ene week is de ene en de andere week is de ander wat meer. Maar ja, aangezien alle regels weer zijn aangescherpt vanwege corona, vanavond weer een persconferentie. Is het ook niet zo erg om meer thuis te werken. Ik vind het hem niet erg hoor. En deze week gaat Jaap echt knallen. Dus ik ben heel benieuwd. Hij is dus genomineerd voor de Radio Ring. Ze weten heel nonchalant over. Maar volgens mij hebben ze vandaag toch wat gevoel. Oeh, het kan gaan gebeuren. En vinden we toch eigenlijk ook stiekem wel leuk. Morgen komt dus de nieuwe single met Armin van Buuren uit. Voor mij dan morgen. Als jullie dit zien, dan is die net uit. En je hoort bijna niet dat Jaap het is. Jaap heeft de plaat wel zelf gemaakt en de stem is gepitcht. Het is een heel catchy nummer, dus dat gaat niet meer uit je hoofd. En ze gaan volgens mij allemaal promos opnemen dat, hoe dat gaat. Hoe een DJ dat pitcht, zo'n stem, dan zingt hij hem live en dan is hij omhoog gepitcht. Dus dat is wel heel erg leuk. En daarna komt vrijdag dus de nieuwe single uit. Zijn Nederlandstalige ballad met een Vlaamse zangeres, een hele bekende zangeres. Ze heet Pommelien en kan heel goed zingen. En Jaap heeft haar gevraagd om bij hem op de plaat te zingen. Nu wij niet meer praten heet het. Super mooi nummer, echt heel mooi. En over een paar weken komt hij ook in Nederland uit, dus dat is wel heel erg leuk. Ik kan er niet op wachten. En tussendoor zit Jaap ook een keertje heel veel in de studio, niet alleen voor de podcast. En hier hebben we nu weer een klusje van in huis, zoals je hoort. Om alle laatste dingetjes te fixen. En als dat allemaal gefixt is, dan moeten wij langzamerhand rekening houden met wat we boven gaan doen. De babykamer natuurlijk. Want ja, ik ben nu over de helft. Dat voelt nu wel in één keer als een druk van, oh, wat gaan wij hier doen? Het moet gaan gebeuren. Dus we hebben besloten dat de babykamer naar boven gaat. Op zolder. Nou, de baby gaat toch de eerstkomende week, maanden. Ik weet echt niet hoe lang het duurt. Bij ons op de kamer en dan langzamerhand naar boven. Ik weet al wel een beetje wat ik wil met de babykamer, althans welke kleuren. En het mooie is dat ik alles zelf mag ontwerpen. Hoe en wat en waar, ik kan het niet verklappen. Maar het wordt heel mooi. Dus ja, we zijn lekker bezig. En vandaag heb ik YouTube les weer. Allerlei workshops. En ben ik vooral hierachter aan het werk. Allerlei dingen uit te zoeken en uit te schrijven voor me tijd te werken. Dus daar werk ik geen gebrek. Alleen, het is niet heel interessant om dit allemaal aan jullie te laten zien. Leuk dit. Zo. Dan moet je al nog eentje lopen naar school. Gelukkig vind ik een paraplu achterin. Ik heb wel een jas bij me. Nou, jongens, super spannend. Die radioring is dus zometeen. Ik heb zo'n vol gevoel, joh. Ik heb Jaap maar gezegd, je moet eerst naar huis komen. Ik wil je eerst zien, want Jaap die kan bij wijze van echt met t-shirt verkeerd om aan. Ik kan daar naartoe gaan. Even hem al controleren hoe hij eruit ziet. En volgens mij heeft hij echt niet eens iets geoefend, speech of zo. Dus dit wordt nog lachen. Nou,
Ik ga de muk ophalen van school en naar de BSO brengen. Doei! Theater Gooiland in Hilversum. Live weer terug hier bij Beeld en Geluid. Op een het spannend. Daar kijken we naar. En ook heel. Online Radio Award 2020. De genomineerden in de categorie Beste Podcast 2020 zijn... Zelfs Podcast. In de Zelfs Podcast nemen jeugdvrienden Jaap Siewert van Rezema en Sander Schimmelpennink hun leven en de wereld door. En de winnaar is... Nou, Micha. De winnaar van de Beste Podcast 2020 is... De Zelfs Podcast. Yeah! Schimmelpennink is misschien niet de beste presentator op tv, maar wel heel goed als podcasthost. De eerste reactie op de winst. Ja, top. Heel leuk. Maar dat is wel heel tof dat we na een jaar dan de beste podcast zijn. De hoed gaat niet meer af. We gaan nu Muk en Joep halen. En dan voor de verrassing gaan we een feestje maken thuis. Als Jaap terugkomt, gaan we natuurlijk het vieren. Joep, papa heeft gewonnen. Papa heeft gewonnen. Gaan we een feestje vieren? Mag ik weer een keer? Papa heeft gewonnen. Papa heeft de winst. Hiep de piep. Hoera! Papa heeft gewonnen. Papa heeft gewonnen. Papa moet ook Papa heeft gewonnen. Laat het. Oh, laat het. Kijk. Papa, we moeten je nog wel iets vertellen. Hoe dan? Je award heeft me wat ondergekleed. Ja, mooi hoor. Ja, maar dan kan je eraf halen. Wat deed jij dan, Muk? Een weekse vraag. Had je zoveel honger? Oh, Muk. Bed, hè? Ik denk dat jij wel een dino lijkt, hoor. Muk, ik kan toch niet? Nee, klaar. Achter mij de stylist van Loosdrecht, Kim Ketter. Die yes. gaat mij kleden voor vandaag, want we gaan naar de Legend Army van Buren. Althans, ik ga erheen, want ik heb een plaat met hem, Need You Now. En vandaag gaan we wat foto's maken en even laten zien hoe de track tot stand is gekomen. Want het is natuurlijk een gepitchte vocal, dus dat betekent dat de vocal helemaal naar beneden is. Kijk eens, dat is Joep. Hi Joep! Dus dat gaan we allemaal laten zien in de studio. En dan moet ik een beetje kleding aan, foto's maken, video's, et cetera. Dus spannende dag. Ah! Het is gewoon niet lekker. Als ik het niet doe, doet niemand het. Nou, onderweg naar Leiden, waar Armin woont. We gaan voor onze plaat Meet You Now gaan we wat foto's maken, video's. En in de studio laten zien hoe de track tot stand is gekomen, et cetera, et cetera. Dus, geen idee wat ik nu nog moet zeggen. Staalt en wel onderweg naar Armin van Buren. Gek is, Armin ken ik persoonlijk ook al een paar jaar. Een van de aardigste en meest relaxte wereldartiesten van de wereld. Het is echt niet normaal hoe hij... Weet je, als je zo'n grote artiest bent, je bent gewoon eigenlijk je bent een superster. En als je dan nog zo down to earth bent en hij vindt gewoon muziek maken het mooiste dat er is. Ik heb een half jaar geleden als doel gesteld, ik wil zo graag een track met Armin maken. En ik kreeg toen een instrumental van Armin in mijn mailbox en ik vond hem vet en ik dacht hier ga ik wat op maken. Samen met Joren van der Voort, mijn schrijfmaatje, hebben we een song geschreven op zijn muziek. En Armin was meteen verkocht eigenlijk. Vandaag lekker een dagje foto's maken, filmpjes maken en dan komt hij binnenkort uit. Ik vind het bizar, ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben binnen bij Armin van Buren hier in Leiden. Kijk even, hier zijn eventjes een paar... Een wand helemaal vol met gouden platinum platen, alles. Oeh, dans daar, kijk, op. En ik ga bij hem naar binnen. We gaan eens even kijken wat we allemaal gaan opnemen. Ja,
Waar is hij? Armin, we gaan naar binnen. Kom. Kijk. Yo. Mr. Van Buren. Goedemorgen. Hoe is het hier? Ja, goed. Dit is jouw home studio. Hier is alles wat ik de laatste 12 jaar heb gemaakt. 12 jaar al? Ja. Ongelooflijk. En wat gaan we vandaag doen precies? We gaan het hebben over onze nieuwe track, toch? Need You Now. Need You Now. En hoe we die stem een klein beetje gaan vervormen en zo. Dat gaan we uitleggen. Ja, want die plaat klinkt niet helemaal als jouw stem. Nee. Mensen zullen zeggen, hé, is dat jou? Hoe kan dat? Maar jij gaat laten horen hoe dat wel werkt en hoe dat kan. En ik heb echt zin in. Ik heb echt zin in deze plaat. Deze week is mijn nieuwe single uit. Ik ben er super trots op. Het is echt een beetje de sound van nu. En wat de sound van nu precies is, dat ga ik je nu even laten zien. Ik ben super blij dat ik een track heb met Jaap Reesema. Jake Rees. Gefeliciteerd nog met je... Met de aankomende wat? Met je singles, met de baby's. Kijk, mijn stem die ik nu heb, die is misschien niet helemaal de sound van nu. Dus we gaan kijken of we die stem een beetje kunnen downpitchen. Jij weet daar alles van hoe we dat moeten doen. Dus ik ga hem nu normaal inzingen. En dan hoor je uiteindelijk hoe die op de plaat staat. En dan hoor je toch niet helemaal dat ik het ben. Maar toch ook weer een beetje wel. Toch? Ga je gang. Oké. Okay. I feel you na na. I need you na 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 na. Kijk, en dan ga jij daar iets heel moois op zetten. Hier zie je de vocal die Jake net heeft ingezongen. I need you na 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 na. Dat is onmiskenbaar... Jake Rees. Dan hebben we deze plugin. Dat is echt een beetje het soundje van nu. En als ik aan deze knop draai, dat is de voormand, dan verandert zijn stem in de stem die op de plaat staat. I need you na na. I feel you na na. I need you na 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 na. Zo gaat hij. Armin, dankjewel. Yo. Benno. Hey. Yo. Ja, jongens, dames en heren, kijk even. Benno, die heeft ook de track gemaakt. Dat is even heel belangrijk. Ik ga er vandoor. Het was gezellig. De groeten, de ballen. Yo. Later. Ja, wat heb jij een kutdag vandaag? Ik heb een moeilijke en zware dag. Want vandaag is de single uitgekomen, nu wij niet meer praten. In België. Over een paar weken komt hij ook in Nederland uit. En ik heb gehoord dat hij tophit of big hit van Eminem is. Top schijf van Q Music. En op de A-rotatie playlist staat van Radio 2. Dat betekent dat hij eigenlijk alle grote zenders in België gaan vol mee. En staat hij op de hoogste rotatie. Dus een betere start had ik niet kunnen hebben. Dus ik ben heel blij. En nou gaan we champagne drinken. En ik wil een stukje horen. Nu wij niet meer praten. Oh. Nu wij niet meer praten. Als je mee wou horen, stream hem. Of zet je radio aan in België, want hij is de hele dag op de radio. Wij praten overigens wel, hè? Wij praten nog wel. Het heeft niks op ons te maken. Nee, maar het is wel een heel mooi. Hier is een nieuwe aflevering van Lekker Veel Hooi.